gaat wel lukken. Als ik die trein tenminste kan inhalen. Sly heeft geen schijn van kans om door die treinen heen te komen als ik de luchtafweer niet uitschakel. Maar goed dat ik een nieuw kanon in de helikopter heb gebouwd. En zie, de cross-toets gooit bommen en de square-toets schiet naar voren. Ik moet die lanceerinstallatie plat bombarderen.
zo dichtbij. Wesley, slaat weer toe. Ja, het luchtafweergeschut is kapot. Nu is het aan Sly om de klus te klaren. Rustig, Bentley. Er zijn meer manieren om op die wagon te komen. Thank you.
Geen probleem. Ik trek dat hek wel om. Het metaal is te sterk voor mijn bommen of jouw spieren. Nee, voor deze klus gaan we een beroep doen op een grotere kracht. De liefde tussen moeder en kind. Ga je dat nog uitleggen? Ja, ik had de mazzel twee berenwelpen tegen het lijf te lopen. Als je ze samen binnen dat hek zet, gaan ze gegarandeerd vechten. Beren van die leeftijd zijn uitgesproken asociaal. En daarbij maken ze zoveel herrie dat hun moeder hem kon bevrijden. Ik snap het. Die grote mama beer zal het hek vermorzelen om haar jongen te redden. Dat is correct. Pas op, welpen. Jullie worden gezocht door de Murray. Thank you.
help zit in dit berenhol. Pas goed op, Murray. Thank you.
snel. De moederbeer is nu al onderweg. Dat was ontroerend. Net een natuurdocumentaire. Maar dan gewelddadiger. Oké, jongens, dit is het. Tijd om in te breken in Ivanhorst nummer 3 en de klokwerkmaag te stelen. De trein rijdt in de stad te snel om erop te springen. Dus we moeten hem inhalen met Murray's nieuwe lorry. Als we in positie zijn, springt Sly aan boord en gaat hij naar de locomotief. Als hij binnen is, ondersteun ik hem met mijn radiografische helikopter. Dit is echt het schoolvoorbeeld van een treinroof. Als wij alles goed doen, wat zou er dan fout kunnen gaan?